In september 2020 lanceerde burgemeester van de stad Antwerpen een grootschalige operatie onder de naam Nachtwacht. Om drugsgerelateerd geweld in bepaalde gevoelige buurten zoals Borgerhout en Deurne in te dammen. Deze beslissing volgde op een reeks granaatontploffingen en geweervuurincidenten in de zomer van hetzelfde jaar. Aanvankelijk noemde media de naam van Mohammed R.C., alias de Algerijn, als hoofdrolspeler bij het nemen van deze beslissing. Nadat hij was ontsnapt uit de klauwen van de mensen die hem probeerden te ontvoeren, gaf de Algerijn naar verluid het start zijn van reeks aanvallen in de zomer als een vorm van vergelding. Hoewel zijn kompanen in juni betrokken waren bij gewelddadigheden, duikt in augustus een andere belangrijke figuur op in het criminele milieu van Antwerpen. Het gaat om Mohammed L.H., die voortaan niet meer aan de aandacht van de politie ontsnapt. Laten we teruggaan naar het jaar 2015, toen alles nog relatief rustig was in België, vooral in Antwerpen. De situatie neemt echt een cruciale wending op 19 juni, wanneer de politie een verdachte auto controleert op de parking van City Inn Hotel in Borgerhout. In de auto zitten drie personen, waaronder Abdelkader Bouker, alias de J**, en zijn vermeende rechterhand, Mohammed L.H. Wat de aandacht van de politie het meest trekt, zijn 10 sporttassen met 322 kilogram coke, geschat op een marktwaarde van 15 miljoen euro. Een nogal delicate situatie voor het operationele team, omdat onderzoekers geloven dat ze werken voor hooggeplaatste figuren in de drugsmaffia in Nederland. Het verlies van de drugs is een inherent risico in deze business. Maar wat intrigerender is, is dat Abdelkader na een paar weken wordt vrijgelaten, ondanks zijn strafblad. Hij staat erom bekend dat hij ecstasypillen over de hele wereld heeft verscheept, in samenwerking met een Israëlische clan. Dus, zijn vrijlating roept veel vragen op in de onderwereld. Sommigen denken dat hij een politieinformant zou kunnen zijn. Maar, hoe dan ook, iets lijkt niet te kloppen. Om het verhaal hier te vereenvoudigen. Nederlandse drugsbronnen eisen terugbetaling van de 322 kilogram van Abdelkader, wat hij weigert met het argument dat de politie de lading al lang op het spoor was en dat het niet zijn schuld is dat de sporttassen in beslag zijn genomen. Zulke dingen gebeuren niet zonder gevolgen en het geduld van de Nederlandse drugsbronnen raakt op. Vervolgens huren ze 4 Franse gangsters in om deze zaak te regelen. Zo wordt Abdelkader op 7 juli 2016, ondanks verschillende ontsnappingspogingen, uiteindelijk ontvoerd in de buurt van zijn huis in Antwerpen en opgesloten in een appartement in Brussel. Volgens de pers wordt het paspoort van Abdelkader in de brievenbus van zijn rechterhand, Mohammed, in Borgerhout gedeponeerd, als een manier om op de hoogte te brengen van het lot dat voor zijn baas lijkt weggelegd. Blijkbaar krijgt Abdelkaders familie hulp van Mohammed, die vervolgens contact opneemt met de ontvoerders. De onderhandelingen over het losgeld beginnen. Er worden bedragen van enkele miljoenen euro's genoemd als betaling die de Nederlandse bende eist. Dit lijkt echter niet genoeg, want Abdelkader heeft sindsdien geen teken van leven meer gegeven. Sommige mensen in de onderwereld beweren dat ze een video hebben gezien waarop Abdelkader wordt opgelost in zoutzuur. Maar het is evengoed mogelijk dat hij nog in leven is en zich verbergt onder een valse identiteit, om te ontsnappen aan de zware straffen die hem op hem zouden wachten. Wat de waarheid ook is, ons interesse gaat logischerwijs uit naar het verhaal van Mohammed, die zelf een doelwit wordt sinds de ontvoering van Abdelkader. Enkele weken later, in december 2016, schieten onbekenden op de gevel van zijn ouderlijk huis in Borgerhout en gooien ook een explosief in de buurt. Een tweede incident vindt plaats in februari 2017, wanneer hetzelfde huis opnieuw onder vuur wordt genomen, vermoedelijk met een AK-47. De redenen voor deze aanvallen blijven onduidelijk, zoals vaak het geval is als de Antwerpse onderwereld erbij betrokken is. De vrijheid van Mohammed, ondanks de arrestatie op heterdaad in de auto tijdens de controle, wordt voornamelijk gerechtvaardigd door de trage juridische procedures voordat deze worden afgerond. Ter informatie, een paar jaar later zal hij uiteindelijk veroordeeld worden tot 3 jaar gevangenisstraf, een veroordeling die verband houdt met deze drugstransporten. Als onderdeel van de veelbesproken Antwerpse zaak die bij het publiek bekend staat als Makreel. In 2020, enkele jaren later, blijft Mohammed actief in zijn professionele carrière en wekt hij argwaan over zijn aanwezigheid in het hart van Brazilië,
waar hij zijn zaken blijft beheren. Zijn bende bestaat uit zijn rechterhand Khalid S. en diens broer Ibrahim. Het blijkt dat ze Patrick L. inschakelen, de eigenaar van een fruitimportbedrijf in Antwerpen. Wat moet dienen als een perfecte dekmantel voor een aankomende cocaïnelevering. Op 2 juni van hetzelfde jaar, 2020, controleerde de Belgische douane twee containers die net in Antwerpen waren aangekomen vanuit Brazilië, na een tussenstop in Marokko. Naast normale producten ontdekten onderzoekers 685 kilogram wit poeder. Op dat moment besluiten ze niet meteen in te grijpen, maar laten de hoofdrolspelers de lading kort daarna ophalen, vermoedelijk om naar een pakhuis te vervoeren, waar de politie dan kan ingrijpen. De pionnen worden dus gearresteerd en vormen het eerste stukje van de puzzel, waaraan al snel vele andere stukjes worden toegevoegd, met name de toegang tot berichten van het Sky ECC-netwerk. Uit deze berichten blijkt dat Mohammed de klant is voor deze zending. Hij zal vervolgens worden veroordeeld tot 8 jaar in deze zaak, terwijl Patrick een straf van 6 jaar zal krijgen. Mohammed, ook bekend onder het zogenaamde pseudoniem El Toro op Sky ECC, laat hij echter niet bij zitten na deze inbeslagname. In augustus 2020 barst in Antwerpen conflict los tegen de groep die gelinkt is aan de LB-familie, berucht in de drugswereld, waarvan verschillende leden regelmatig juridische problemen hebben gehad. Een van de zonen van de familie, Samir, was naar Nederland verhuisd nadat hij was veroordeeld voor drugshandel. Het is ook daar dat hij eind 2017 in Rotterdam is geliquideerd. Enkele maanden na deze liquidatie wordt de auto van zijn zus zwaar beschadigd in Deurne, een wijk in Antwerpen, tijdens een explosieve aanslag. Nu zijn het de twee broers, Mounir, alias Gino en Ilias, die in het vizier zijn van rivalen. Tijdens het onderzoek van Sky ECC slagen onderzoekers erin om gesprekken te lezen van verschillende criminele groepen, waaronder die van El Toro, die wordt toegeschreven aan Mohammed. Eind juli 2020 barst een discussie los over het mislukken van het terughalen van lading cocaïne, waarvoor Mohammed en andere investeerders het team van Mounir hebben ingeschakeld. Een investeerder noemt het bestellen van 65 blokken en wil zijn geld terug, terwijl een andere investeerder geen uitleg nodig heeft van Mounir, die faalde in de extractie, omdat hij onmiddellijke actie wil ondernemen. Mounir zelf stelde naar verluid voor om een oplossing te zoeken en stelde zelfs voor om naar Zuid-Amerika af te reizen om te onderhandelen. Mohammeds entourage kiest echter voor represailles in plaats van overleg. Mohammed doet dus een beroep op zijn rechterhand Khalid, die op zijn beurt contact opneemt met de Antwerpse crimineel, Radouin K., bijgenaamd Soldier, en Mounir T. Het team maakt een nieuwe discussiegroep aan op Sky ECC, genaamd Grupo Put Antwerpen, waarvan de berichten weinig aan de verbeelding overlaten. Een van de individuen stuurde naar verluid: "Het leger van Monjo staat klaar." Volgens de rechtbank zou de onbekende Monjo een Nederlandse klant zijn, die zich een niveau boven Mohammed in de structuur bevond. Een van de berichten vermeldde: "Schiet uw magazijn leeg op de deur en stuur foto als bewijs." Bij twijfel over de identiteit van doelwit staat er een duidelijk bericht: "Drie p*** moeten de lucht in. Ilias, Jamal en Mounir." Ilias en Mounir zijn al bekend, maar derde doelwit is een teamgenoot, Jamal J., tegen wie de aanvallen zullen beginnen. Khalid geeft Jamal's adres door een borgerhout aan Radouin. "Hoe meer wapens, hoe beter. Bazooka's zelfs." Op 22 augustus, midden in de nacht, gaat er een kogel door de voordeur van het huis van Jamal in Borgerhout, waar een ouder echtpaar woont. 2 dagen later ontploft er granaat voor een lege apotheek in de Grisbeerstraat, wat een vergissing blijkt te zijn. Deze bevestiging wordt gevolgd door een derde aanval, waarvoor de aanvallers de volgende dag terugkeren om 11 Kalashnikov-schoten af te vuren op de gevel van het huis direct naast de apotheek, dat toebehoort aan de familie LB. Een andere fout doet zich voor, want dit huis wordt bewoond door een Afghaanse familie met jonge kinderen. Dit gezin huurt het appartement op de begane grond al een tijdje, omdat ze zich eindelijk veilig voelden vergeleken met de leefomstandigheden in hun thuisland. Door een wonder ontsnapte de dochter van het gezin, die net uit het toilet kwam, aan de dood. Zij dook in de gang op de grond en hoorde de kogels rond haar oren vliegen.
Wij wonen hier pas enkele weken en hebben nog geen bedden. Dat is ons geluk geweest. Hadden wij in een bed gelegen, dan hadden de kogels zeker slachtoffers gemaakt. Wat Mohammed betreft, maakt een man die zich in Zuid-Amerika, met name in Brazilië, verstopt, een fout door de beslissing te nemen naar Spanje te gaan. De lokale politie arresteert hem in december 2021 in Malaga en stuurt hem terug naar België, waar hem verschillende zaken te wachten staan. In verband met de aanslagen wordt hij veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf, hoewel hij ontkent de SkyCC-gebruiker El Toro te zijn. Dezelfde straf wordt uitgesproken voor zijn vriend Khalid, terwijl twee uitvoerders elk 6 jaar krijgen. Mounir El B. geniet geen goede reputatie in de onderwereld. Hij wordt vaak in verband gebracht met verschillende verliezen en ladingdiefstallen, wat leidt tot frequente aanvallen op woningen die aan zijn familie verbonden zijn. Het is cruciaal om te begrijpen dat zijn groep vooral gespecialiseerd is in het extraheren van drugs uit containers bij aankomst in de haven van Antwerpen. Corrupte contacten zijn nodig om onopgemerkt te blijven. Zo stond Mounir's vermoedelijke rechterhand bekend als Ignace C. in de jaren 2020 en 2021 voortdurend in contact met een corrupte medewerker van een maritiem bedrijf, waarbij hij vertrouwelijke informatie deelde. Haar naam is Khadija AE, die zichzelf Tokyo noemt op het SkyCC-netwerk, als verwijzing naar het personage Netflix-serie Casa de Papel. Haar doel is om te zoeken naar containers die gebruikt kunnen worden om drugs op te slaan en om toegangpincodes te geven. Ze rekent €10.000 per container, een situatie die zich verschillende keren herhaalt. Dit alles stemt Ignace tevreden, die, ter herinnering, een zeer beperkt legaal inkomen heeft, terwijl hij een Mercedes rijdt die op de naam van zijn moeder staat en luxe horloges draagt zoals Rolex of Patek Philippe. Het is geen verrassing dat Ignace wordt veroordeeld tot 9 jaar, terwijl Tokio een straf van 6 jaar krijgt. Het is duidelijk dat de pionnen snel worden gearresteerd op Belgische bodem, terwijl de twee broers LB vanuit Dubai aan de touwtjes trekken, wetende dat ze lange straffen tegemoet kunnen zien voor een Belgische rechtbank voor het smokkelen van enkele tonnen cocaïne in het land. We hebben het vaak over de beruchte figuren uit de Antwerpse onderwereld, maar er is ook een andere familie die in conflict is met Mounir, de familie R. De hoofdpersoon in dit verhaal is Abdenor R. en zijn broer Azzedine uit de wijk Deurne in Antwerpen. De schijnwerpers werden op dit gezin gericht toen in de zomer van 2021 een reeks aanslagen plaatsvond op een gezinswoning aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Een van deze incidenten betrof een kleine dealer uit Nederland, die opereerde namens een rivaliserende Nederlandse drugsbende. Helaas voor hem verliest hij, nadat hij de aanval met een automatisch wapen voor het huis van de familie R voltooid, door een vergissing tijd bij het vinden van zijn vluchtauto, waardoor hij uiteindelijk maar weinig tijd heeft om te ontsnappen. Hij is gevangen genomen en zit momenteel een straf van 5 jaar uit. Het wordt al snel duidelijk dat dit een drugsgerelateerd conflict is, waarbij Abdenor betrokken is, terwijl hij op dat moment op de vlucht is en uiteindelijk wordt opgesloten. Tijdens deze periode neemt zijn broer Azzedine het over, in samenwerking met zijn vriend Jawad M. Beiden opereren voornamelijk in de onderste schakel van de logistieke drugsketen, waar ze zich bezighouden met een paar honderd gram in plaats van tonnen. Beiden beheren een netwerk voor cocaïnepakketlevering aan verschillende klanten in België. Jawad houdt toezicht op de koeriers, terwijl Azzedine het geld tint en transacties afhandelt op een adres dat slechts een paar meter van hun huis ligt. Een nogal onintelligente beslissing. Ondertussen blijft Abdenor actief vanuit de gevangenis, waar de politie later een telefoon ontdekt. Tot hun verrassing ontdekken de onderzoekers dat Abdenor in 2022 op internet aan het zoeken was in de Glimmanstraat in Deurne, wat het ouderlijk huis van meneer LB blijkt te zijn. Daarnaast stuurde de persoon die zichzelf Shadow noemde, een pseudoniem dat aan Abdenor toegeschreven op de Signal-applicatie, foto's van luxueuze reizen naar Dubai, en bood Mohammed D. een betaalde baan van €5.000 aan. Deze klus bestaat uit het gooien van molotovcocktails naar het huis van de familie LB. De aanval vindt plaats in de zomer van 2022 en de aanvallers filmen zichzelf terwijl ze een missie uitvoeren.
Wonder boven wonder waren de bewoners op vakantie in Marokko en werden er geen klachten ingediend. Tijdens het proces legde Abdennour uit dat hij had gedacht dat de vorige aanval op zijn huis was georchestreerd in de naam van de familie LB, waardoor hij uit paniek ten onrecht had gereageerd. Er duikt echter een andere hypothese op, want in deze periode wordt er een ware klopjacht op Mounir ontketend, vooral door grote drugshandelaars die bereid zijn veel te betalen om hun Antwerpen in de problemen te brengen. Er circuleert een foto van zijn gezicht met het opschrift Dief en er wordt een beloning uitgeloofd voor informatie over hem. Nadat hij het doelwit was geweest van twee aanvallen op zijn huis, kort voor het Molotov-cocktail-incident, zag Mounir zich genoodzaakt om rechtstreeks uit Nederland zware jongens in te huren, om 's nachts voor zijn huis voor veiligheid te zorgen. Het bedrag van €500 per nacht per bewaker werd genoemd. Het is essentieel te begrijpen dat de aanvallen in Antwerpen meestal plaatsvinden wanneer drugs zoek zijn en bedoeld zijn als waarschuwing en expliciete bedreiging. In het geval van de gebroeders LB die op de vlucht zijn in het buitenland, wordt de situatie steeds duisterder, ook vanuit perspectief van justitie. De broer van Mounir, Ilias, wordt in november 2023 gearresteerd in Dubai. Maar het valt nog te bezien of uitlevering in België zal plaatsvinden, aangezien het vaak ingewikkeld is met dit emiraat, dat bekend staat als geliefd bij criminelen die een toevlucht zoeken